een duimpje omhoog doen allemaal. Goed zo. Vlog, ik ben Melina, ik ben 12 jaar oud en ik ben blind en ik zit zo in de auto en hier is zo'n... Oh. Hoi. Pas in de auto. Hi. En hier is moeder. Hi. We gaan nu Daphne ophalen, want we gaan naar Horse Event. Dus Esmee gaat op het laatste moment mee, want eerst zou opa meegaan. Maar helaas gaat hij niet mee en dat vind ik heel jammer, want opa heeft pijn aan zijn been. En ja, opa die dacht, ja, het is daar overdekt en dan kan je lekker zitten en dan komen er allemaal shows. Maar nee, dat is het dus niet, opa. Je moet echt alleen maar lopen. Maar ja, dat kan hij dus niet met zijn beentje. Maar we gaan nu dus Daphne ophalen. En dan wacht Aisha Luna bij Horse Event daar op ons of hij op hun. Dat zien we vanzelf. Yo! Hallo. Ik heb iets voor jou, Daphne. Nou, vertel. Wacht, waar zijn ze? Oh. Nou, lekker. Kikkers! Hey! Ja, want ik had een weddenschap met Aisha, dus ja? ik moest een zak snoep aan haar geven. Ja, lach maar. En toen zagen we kikkers in de week. Ik dacht, hey, Daphne. Dus ja, we zijn er over 10 minuten, bijna 9 minuutjes. Jongens, je moet altijd zeggen minuutjes. Want als je zegt nog 10 minuten of nog 10 minuutjes, dat klinkt, ja, dat klinkt gewoon veel beter toch? Veel korter. Nou, we zijn er en we wachten nu op Aisha en Luna. Ja. Dus zo. Het is best druk. Ja, het is gezellig. Super lief dat jullie allemaal zijn vandaag, maar voordat we gaan beginnen met de show. Oh ja, oh, is het zo. Zij zetten, en dat is hetzelfde idee voor je nekknop. Maar wat ik altijd als eerste doe, even dressuurmatig, even actiever, dressuurmatig rijden. Dat hij goed op mijn heupen reageert, mijn heupen, mijn lopen. Want als ik hem nu naar links zet, mijn been, gaat hij heel mooi naar links kijken. Zet hem nu naar rechts, mijn been. Gaat hij heel mooi naar rechts. En dat ook een dag. Dus wil je nek ook aanleren, handig. Laat je paard op benen op reageren. Dat moet sowieso in een bit in zijn mond. Geen hoofdstel om, of bitloos natuurlijk. En dan stuur ik hem even op het kruisje af. Even kijken of hij er zin in vandaag heeft. Ergens had hij er best wel zin in. Was wel blij mee. Oh. Dat was niet beter wat natuurlijk, want ik wilde dat niet in galop doen. Dus ik kwam niet helemaal uit met die passen. De bedoeling is dat je nek ook eigenlijk een beetje hier hangt. Maar dan gebeurt er dus dit. Dan heb ik niks meer te zeggen over hem. Dan gaat hij met zijn hoofd naar beneden, wat eigenlijk heel goed is, want dan is hij aan het ontspannen. Maar ik kan ook niet meer sturen. Dus ik hou hem altijd ietsjes hoger. Zorg natuurlijk niet dat ik strak hou, zit hij heel los. Maar even aan de andere kant zetten. Nee, nu staat de okser soms vorige keer andersom. Kom maar. Ja, je ziet hem weer die kant op. Dus de opster staat nu zeg maar van eigenlijk allebei de sprong nu maar van nog één kant uit. Super goed. Aisha. Aisha. Kijk eens, super jongen. Hij was heel goed. Wat is het er voor een? Het is een Amerikaans miniatuurpaardje. Kijk. Hoe heet hij? Rebel. Hoe? Rebel. Nou, wie sta je? Hij is wel erg hoog, vergeleken met jou. Ja, goed zo. Kijk, hij is wel goed afgetraind. We zijn nu bij het darmen van het paard aangekomen.
En de bakbal. Die zit aan de slot. Waarom wordt hier de dunne darm in beweging getoond? Het antwoord is omdat hier duidelijk wordt dat in tegenstelling tot de mens de dunne darminhoud van de paard altijd door moet blijven stromen. Stel jezelf de vraag, heeft mijn paard altijd toegang tot voer, ook 's nachts, of moet mijn arme dier het maar met enkele maaltijden doen? Oh, dat stinkt. Dat heel, dat stinkt echt. Wat is dat achter je? Ah, longen, doei. Dat zijn de longen. Ja, die vraag bent, gaat veel trager. Maar 15 trainen door het gevoel en om het gewoon nog al te worden. Hè. Dus met name, je moet nog opsnijden en verleden. Maar de dames zien dat niet zo zitten. Ik ga nog op ze inpraten, jongens. Dus wie weet, komt het nog in de vlog? Ik ga het darmen voor je. Wat ik kijk is niet zo vies. Ja, het komt bijna de kans voor. Maar voel je hoe dun het eigenlijk is? Ja. Ja. Gek hè? Ja. Ja. Maar heel glad is het eigenlijk. Ja. En wat je nu voelt is maar een deel van de darm. Terwijl het lijkt alsof hier al heel veel is. Ja. Maar eigenlijk is het echt niet zo. Daar zit dus daar, voel je dat daar zo'n vliesje aan zit? Ja. Daar hangen de darmen aan op. En daar zitten de bloedvaten in. En daar zitten de zenuwen in. Oh, leuk. Grappig, hè? Ja. Hoe voelt het, Marina? Heel raar. Heel glibberig. Ja. Oké. Okay. Maar wel heel zacht. Ja. Oké. Okay. Goed job. Nou, leuk. Ja. En Mario. Wat nog in de buik zit. Babypaardje. When is human intervention necessary during falling? When non-productive straining. Maar wat was dat nou daarboven wat je aan het zien echt? Dat weet je wat er staat. Hengstpenis. Kan je gelijk je tanden en zo. Als je je tanden voelt, zie je gelijk ook waar dat gat zit. Nou ga je zijn mond inderdaad. En als je hier langs gaat, moet je kiezen. Daar heb je dat gat. Maar hij mist wel een paar tanden daarna. Ja. Eerst heb je zijn snijtanden, dan voel je een stukje niks. Ja. En dan komen ze kiezen. Ja. Voel je dat? En daar zo waar geen tanden zitten, daar ligt het bit van het paard. Normaal gesproken. Ja. En als je de paardenschedel voelt en je gaat naar de andere kant toe, dus je voelt nu aan de rechterkant juist, aan de linkerkant. Je zit hier zo verder naar voren, naar boven, voel je hier een gat zitten. Mm-hmm. En dat zijn de voorhoofdsholtes van het paard. Mm. En als je dan daar in de diepte voelt, ja, hier is dat goed, daar, ja, dan voel je bijna weer de kiezen zitten van het paard. Voel je dat? Oh ja. Zie je dat? Die lopen door in de voorhoofdsholtes, oftewel de sinus van het paard. Kijk, interessant. Ja. De tanden zijn wel schoner dan die van Fursie. Ja. Ze zijn een beetje mooi opgepoetst. Bijzonder, hè? Ja, dank u wel. Maar op een gegeven moment mag het paard best wat gaan versnellen. Dat hij goed ook zijn achterhand gebruikt. Even, let even op. Dat ik eigenlijk op een gegeven moment ook alleen maar met mijn lijf hem achteruit, in plaats van dat ik echt hoef te trekken, dat hij achteruit gaat. We hebben nu het hele skelet van een... Pony? Een wat voor horse? Quarter horse. Een quarter horse, oké. Okay. Dat is je giraffennek. En hier kom je bij alle ribben zo. Schouder. Ribben. Oké, Skip gaat daar de haafde volgen. En hier hebben we de ruggengraat. Bij C op de grote volgen. En dan gaan we ze allemaal aan laten galopperen. Blijf er zitten, jongens. En wat ik wel heel tof vind nu om te zien, als je verder naar achter gaat, zeg maar bij zijn kont komt, bekken, dan moet je eens naar beneden gaan en dan moet je eens al die gewrichtstukken voelen bij hem. Kijk, dan hebben we hier bovenbeen, dan hebben we de bovenbeen, ja. Knie, onderbeen, is de hak of de sprong. En voel je dat hier een losbordje, voel deze is, voel je dat dit is een losse? Dat hebben wij ook bij mensen. Dan verder naar beneden, dan kom je daar wat bij ons de enkel is en de hoef. Oh ja, joepie.
En als je nou terug omhoog komt, let even op, want er zit hier een hoek in, dus je moet even om je hoek met je voeten. Oké. Okay. Als je hierboven begint, dit is het bekken. Dat is het bij ons hier. En dan hebben we hier een heel belangrijk bord. Dit is met twee handen. Dit is één groot bos en het heet het heiligbeen. En dan krijg je de staart. Er zit wel een beetje een rare kronkel, maar dat was omdat hij anders niet vast bleef hangen. En als je, weet je wat de zitbeenknobbels zijn bij jou? Dit is je bekken. Dit zijn je zitbeenknobbels. En dan vraag ik me nog iets af. Want jij vond het hoofd leuk. Heb je wel eens een paardenhoofd gevoeld? Ja, we hebben net nog een paardenhoofd gevoeld. Heb je wel eens een hond gevoeld? Ja, ook wel. Want die heb ik hier ook een staan. Wil je? Ja, wacht, hier ga je naar hier. Wat is dat? Een? Dit is een beetje lager. Dit is een hond zo groot als een border collie. Let op, ik kan zijn mond een beetje op. Hoe is het dan? Dat is een hond. Die zijn scherper, hè? Ja. Let op, ik laat hem in dicht. Spier met hoofd. Dan kom je bij de hals. Het lijkt een beetje op een paard eigenlijk, hè? Met de schouderblad. Mooi. Ja. Dan moet je dat been zo eens voor het achterbeen weer, dat je daar toch weer wat schakels mist. Wat je bij de paard extra hebt. Nou, wat bij de hond apart is, is dit. Voel je hier eens, dit is een apart bot en voel je dat wat ertussen? Ja. Het zijn twee botten. Okay. Bij een paard is het samen gesmolten. En bij de hond zijn dit allemaal echt twee losse botten. Oké. Dat is een beetje wat maakt dat je daar extra gebrekjes hebt. Ja, een borderkant. Dat is dan die Jack Russell. Oh, echt? Jack Russell heeft ze ook nog staan. Ja, tof, hè? Heel goed. Cool. Heel goed. Nee, spaar het wel. Spaar het wel. Nooit aan. Ja, wij zijn er. Ik zal meteen wel even handelen als ze willen. Wat heet jullie? Julie en Silke. Lopen gewoon naar ons toe. Jee, alsjeblieft. En hoe heet je? Mag je op YouTube trouwens? Ja. Ja? En jij ook? Ja. Oké. Okay. Bizar, hè, Marina? Ja. Mooi, hè? Mooi, en hoe heet je? Sterre. Sterre. En wil je ook nog een handtekening op mijn shirt zetten? Tuurlijk. Zal ik even strak halen? Ja, is goed. Ja, dus gaat beter. Oh, dit stukje ook even. Ja, mooi. Ja, nou. En hoe heet je? Yara. De manen van die tinker waren 1,70 meter. Ja. En hoe lang ben jij? 1,78. Ik ben 1,70 ongeveer. En ik 1,44 gisteren nog opgemeten. Ik ben gegroeid 3 centimeter in lekker die maanden. Nee, dat is. Oké, okay, en jij bent, je hebt ook gescoord? Ja, het halster en nekroof. En dan nog een touwding. Nog een touwding. Dat een touwding even zien. Touwding. Snoepie. Ja, mooi. Dus ga je achter ons, zeg maar, een beetje YouTube gedeelte. En er zijn echt heel veel YouTubers zoals Fenna en Leanne en Feline en Hart voor Paarden en al die mensen. En je kan ook allemaal merchandise en alles kopen. Dus mijn moeder gaat even iedereen laten zien. Dus, ja, ik loop er even heen. Leanne is hier. Ja, iedereen staat hier. Ja. We hebben Leanne, de bitvlogger. Hier zijn de
zich wel heel erg leuk. Je kan t-shirts laten drukken. Nou, gaan we Marine weer even opzoeken. En hier hebben we hard gevaren. Deze wil ik ook. Maar zullen we meenemen in de auto? Pas vast wel. Ja, dan moeten Daphne en Marie. Of nee, dan moeten, gaan jullie met z'n allen lopen. Ja! En dan neem ik hem mee. Je hebt het echt gemeen. Baby mag eten. Oh, je hebt het echt gemeen. Baby, kom, schaap. Het lijkt een beetje op Kai, lijkt hij. Welke? Die grote. Die stoutert. Een beetje zo, ja, maar hij is ook meer geflekt, maar. Dus dit zijn mijn laarzen die ik ga kopen. Zijn van Hobo Kids. Niet Hobo Kids, maar Hobo Kids. En kijk, de binnenkant is lekker gezellig met bloemetjes. En vogeltjes. Dus die ga ik nemen. Hoe duur zijn ze? 90? Ze zijn 89,90. Nou, helemaal. En een rits aan de achterkant. Ja, dat vind ik echt jammer, want anders heb ik echt problemen met uittrekken. Denk zitten ze lekker? Ja, ze zitten heel lekker. Ik heb lekker voor. Ja, echt alleen maar afrekenen. Dus hele belangrijke punten in de communicatie tussen ruiter en paard zijn positie. Het paard moet eigenlijk voorwaarts gaan met het minste druk van je enkel kuit. En hij moet op een gegeven moment terugkomen als ik op mijn beugel druk en dat ik mijn hand een beetje sluit. Dan gaan we een paar overgangetjes maken. Want dadelijk gaan we die uitleg iets moeilijker maken. Ik heb een selfie gemaakt. Ze maakte bijna een selfie, Marie. Ja, hier naartoe kijken. Ja. Zo. En hoe heet jij? Ik heet Lars. Lars. Hey, en waar hebben we Marina nog meer gezien? Op de Duitse Manege werkerij. Oh, dat kan. Heb jij goed gereden toen? Ja, dat ja, was vond ik heel knap. Dank je wel. Ze staat links naast je, Marie. Ja, en de moeder is hier zo, juist. Ja. En hoe heet je? Bo. Okidoki, Bo. Hier zo? Ja. Rustig, hè? Lars. Jee. Oh, is de verkeerde kant. Dankjewel. En ja? Hier zo. Ja, hier zo? Ja, toppie. Moet je alleen de stift weer even geven? Haar vingers doen het nog steeds niet. Er komt geen inkt uit. Ja, geef maar in de hand gewoon. Ja. Yes. De dop is er al af hoor. Net hoor, echt net. Ik wel. Oké. Okay. Ja, je kan hem iets groter maken zometeen met deze stift, want het is een dikke stift. Okay. Mogen wij de stift nog één keer lenen voor de dame hier? Nou? Oh ja hoor. Ja? Ja? Maar lekker groot. Want het is op de Malaysia, want het is op de Malaysia. Ik kan het komen. Was mama zo druk aan het sminken. Super, dankjewel. Graag gedaan. Ja. Yes? Zeg je dankjewel. Nou, Marie, nog eentje naast je. Wacht even. Oh, oké. Ja. Ja. En hoe heet jij? Lindsay. Oh ja, Lindsay. Ja, ik hoorde het net. Ja. Ze wil hem graag op de tas. Dat kan. Ja, hè? Ja hoor. Alleen, nu heb je echt een pen, dus geen stift. Dus het gaat misschien iets makkelijker. Ik heb zo vast. Ja, voor je. Hier zo? Ja, hoor. Trek ik even het. Dat is een mooi plekje. Ja. Lekker. Heel hard drukken. Ja, het is een beetje dat leer. Dit is nep leer. Ja, nee, maar die kleur. Ja, ik vind het zo'n kunststof. Ja, ik ben dus altijd beter dan een stift. Hey, super. Yes, graag gedaan. Dank je. Hetzelfde. Wat doe je? Kom door Daphne. Ja. Net als paardje. Ja, het staat er goed op. Ja. Dank je wel hoor. Zal ik hem maken? Ik kom er ook bij op. Mogen jullie ook op YouTube? Zal ik anders maken voor jullie allemaal? Ja? Ja? Oké. Ja, gelukt. Mooi. En nog iemand? En duimpje omhoog doen, hè? Ja, wat zei je nou? Ja, duimpje omhoog doen allemaal. Goed zo. Maar hier rechts naast je ook nog iemand. Mag je ook op YouTube? Ja. Zij maakt de foto's vandaag, dus is onze assistente. Ja. Geeft er ook allemaal een duimpje omhoog. Hoe weet je? Bij mij. Leuk.
Och, hij is ook moe. Ah. Hij denkt, oh. Ik heb zo. Ze was een stroom. Dus chill en die gaat weer springen. Mooi ja. Springen. En hoe heet hij ook alweer? Jordi Wilke. Juist. En dan kom je in de zo echt gezuurd. Ja, lekker hè, die dressuurlaat in de en dan kom je een keer rustig naar het steltje toe. Gewoon kijken, niks meer willen. Nee, Jordi, nu nog niet. Nog één rondje. Nog één rondje dan. Hij lacht je ook uit. Ik ben ook echt bang als ik op die heg afstuur dat hij er overheen gaat springen. Dat doet hij ook niet terecht aan rijden, want dat weet hij wel. Dat doet hij echt. Hoe een keer. Zit het te leven? Gaan we het wel zien. Ja. Heel goed. Nou, wisseltje, dat is jouw kwaliteit. Nee, ik hoop het voor. Dat kan ik echt niet op deze. Okay, ook met springen moet je wel zitten in je zadel na de hindernis, zodat je je wissel kan rijden. Mooi in balans boven je paard zit, dat je in die lange stukken niet te veel in zijn rug komt. Dat je die rug mooi ontlast, dat hij geen spierpijn krijgt. Dan kan je ook 20 lijnen gaan gebruiken. Ja, dat is een grote stok. Niet zo boos kijken. Niet in de midden. Gooi de, ga in de midden. Ja, moet ik al. Kom maar, wij maken wel foto, joh. Hier zo. Mooi, en hoe heet jullie? Ik ben Elieve. Ja, Nina en Elieve. We hebben ook een YouTube-kanaal. Hoe heet jullie YouTube-kanaal? Nina en Elieve. Ja, ik had het kunnen weten natuurlijk. Ja, goed zo. Nou, dus abonneer even allemaal ook op mijn YouTube-kanaal. Mark Roelen. Annika Betty. Nina van Belgen. Dat is heel zorg. Ja. De jongen heeft hier voor het eerst mee. Want het is wel een beetje jouw. Dus hij vindt het mooi. Ja, dat is wel Blij. Annika die heeft het Moskero en de Koning. Bij Nederland Rijden. Mooi. Hartstikke leuk. En dan nog allemaal één voor één. Dan laat je eerst even voelen van hier naar daar. Ja. Ik hou hem echt zo strak mogelijk. Ja. Mooi hè? Ja. Perfect, Marie. Ja, daar. Stichting van jou? Ja. Heb je mijn stichting mij gegeven? Nou, dit is Jacqueline. En daar ben ik via de muziekrit vriendinnen mee geworden. En ja, hoe heet jij? Tammy. Tammy. Oké, are you ready? Collega. Nou, we hebben elkaar eindelijk even getroffen. We staan bij de Spaanse, nog steeds bij de Spaanse danspaarden. Uitgedaagd en ja, ze wil wel een keer gaan doen, maar we moeten even in de agenda kijken, dus ik ga even een mailtje sturen. Poepie! Maar eigenlijk een stukje verder daar. Ja! Schattig hè? Ja! Klein hè, Marie? Je zit bijna op het hoofd. Het moedigt ze nog aan. Geef ze een geweldig applaus. Britt van Rijswijk. Orjit Stiggerson. Gelukkig gaan wij niet meer weg. Dus we... Nee, gewoon. Nou. Oh, dat doet pijn. Hey, doei. 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 Thanks voor het vloeren voor Leanne's gezicht. Graag gedaan. Vond ik heel fijn. Ik ook. Nou, wij gaan hè, Marie? Ook. Ja. Nog maar. Oh, ja. Moe, maar was wel leuk. Ja. Ja, hè? Super. Oké, allemaal duimpjes omhoog. Yeah. We zitten nu dus bij de Mac en ik vond het heel leuk voor Spet. Ja. Ook dat ze vaak weer te pretten. Ik vond het ook heel leuk om handtekeningen op t-shirts te zetten. Het was echt super leuk. En ik wil iedereen heel erg bedanken voor de gezelligheid en alles. Ja. En hij is Charlene ook. Gezellig. Tot morgen allemaal. Joehoe! Als jullie deze video leuk vonden, abonneer allemaal op mijn kanaal. En doe een duimpje omhoog of omlaag, wat je zelf leuk vindt. En ja, willen nou nog meer filmpjes zien? Die zijn hier. En als je die nog niet hebt gekeken, moet je dat even zien. En ik zeg, joehoe!